mensen van Doe Maar Gamen. Leuk dat we kijken naar deze nieuwe episode van de Hunger Games hier op Doe Maar Gamen. Vandaag ga ik met jullie weer eens een keer een nieuw potje spelen. En ik heb er enorm veel zin in, want de Hunger Games blijft echt een van mijn favoriete minigames. Helemaal in deze server, de Skylar's Minecraft server. Lekker veel loot, lekker veel maps en heel erg veel afwisseling. Hopelijk gaan jullie deze video vet vinden. Hopelijk laten jullie even een like achter als jullie mij supporten in wat ik doe. En dan gaan we beginnen, bitches. Ik hoop dat we een beetje wat goede loot gaan krijgen. Dat zou ik echt super dope vinden. Ik denk het eigenlijk wel, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Oké, we hebben in ieder geval wat, weet je. We hebben in ieder geval wat. Oeh, hier zit ook nog een bel in. Nice. Heb ik die bel? Ja, ik heb die bel gelukkig wel. Daar ben ik blij mee, want een bel is echt super handig om te hebben, moet ik eerlijk toegeven. Ik doe gelijk even mijn schoenen aan, voordat zometeen iemand mij besluit in de lava te gooien. Doei, vriend. Die gooi ik er alvast even af. Dat is alweer eentje minder. Oh, dat wist ik, hè, dat hij dat zou doen. Maar dat wist ik wel. Dat hij dat zou gaan doen, dat kon ik gewoon verwachten. Maar op een of andere manier, ik weet niet wat ik dacht eigenlijk. Ik weet niet zo goed wat ik dacht. Zit hij nog achter me aan? Vast wel. Ik moet even snel wegwezen, want als hij achter me aan zit, dan gaat hij me zo meteen vermoorden. Hoe kunnen we hier wegkomen? Oh, waar is die? Wat? Wat doe je daar, vriend? Oh yes, je hebt eten. Nice, daar ben ik blij mee. Eten is altijd handig. Ik ga hier even sneaken. En normaal gesproken doe ik dat nooit in een episode van de Hunger Games. Maar we zitten nu namelijk nog met nog een beetje weinig leven. Dus wat ik ga doen, ik ga gewoon dit doen. Ik ga deze hier neerzetten. Daar gaat iemand inkomen. Nee, dat kan niet. Oké, what the fuck? Wat moet je hier dan mee? Er staat kopweb. Dus ik neem aan dat je daar wat mee kan, maar blijkbaar dus niet. Geen probleem. We hebben in ieder geval boots met Fire Protection 3 en verder van ik 2. Dat is sowieso niet verkeerd. Ik heb hier een lekker rauw visje die ik even ga eten. Altijd handig om een beetje gewestored te zijn. En hier hebben we de, hoe heet die? De Mighty Axe of Minecate. Oké, klinkt vet. En hij daar ga ik even aanvallen. Hen daar, hij daar niet, maar hen daar. Let op, jongens. Dit gaat hij niet verwachten. Fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou. Oké, hopelijk gaat hij dood. Ik neem aan dat hij dit echt totaal niet verwacht. Oh, what the fuck? Oh my god, wat had hij voor zwaard, ouwe? Ik denk van, die kan ik wel aan, want hij had me niet gezien. Dus ik denk, als ik nou even snel een sneak attack doe, dan kan ik al een klein beetje damage bij hem doen voordat hij me ziet. Maar holy shit, wat had hij voor zwaard dat hij me in één keer kon killen, man. Dat was echt een heel basis zwaard. En we zijn gelukkig alweer in een area gejoined waar 23 mensen in zaten. Altijd fijn als je in een area kan joinen waar bijna al heel erg veel mensen in zitten. Of eigenlijk bijna al het maximum. Dan kun je namelijk gelijk al gaan beginnen. Maar in ieder geval, we zijn weer een klein beetje ingekomen. Dat heb je soms, hè. Dan moet je gewoon even inkomen, omdat je het alweer een tijdje niet hebt gedaan. Wat bij mij nu heel even het geval is. Maar het is voor mij vandaag een chill dagje. Lekker vroeg uit voor school. Lekker veel kunnen doen voor YouTube. Dus ik dacht van, nou, laat ik maar even als een soort van break even de Hunger Games video gaan opnemen. Ik denk altijd leuk om te doen, namelijk. De Hunger Games is echt een van mijn favoriete minigames. Samen met Run from the Beast vind ik ook echt een basislijke minigame. Lekker jump maps en lekker veel actie, zeg maar. En lekker veel spanning. Dus dat vind ik super dope. Maar deze keer gaan we dus weer lekker een nieuw potje Hunger Games spelen. Deze keer in een soort van oase map. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar ziet er vet uit in ieder geval. Dus laten we gaan beginnen. Wanneer dat mogelijk is. Zo. Zo, hoppakee. En nice. We hebben tenminste wat, weet je. Ik zeg niet dat het heel vet is wat we allemaal hebben. Maar we hebben wat en daar gaat het natuurlijk om. Dus ik ga weg. Ik ga heel snel weg zelfs. Want ik wil namelijk nu niet doodgemaakt worden door iemand. Hoppakee. En ik pak die erbij. En ik eet gelijk even een golden apple. Zo, want dat is altijd zo, hè. In het begin van de Hunger Games beter gelijk even een golden apple eten. Want anders ga je waarschijnlijk gelijk dood. En hij daar lokt zichzelf een beetje in de hoek. Dus doei, vriend. Doei, vriend. Doei, vriend. Gaat hij dood? Oké, hij denkt dat hij in leven kan blijven, maar dat kan hij niet. Dankjewel. Oeh, nice, spullen. Stuf, 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 stuf. Die nog even meenemen en dan zijn we daar ook weer klaar mee. Moet alleen kijken dat we geen ruzie krijgen met iemand met een goed zwaard. Hier is ook al met iemand doodgaan. Met wat armor. Dat is altijd zo dom van mensen. Dan gaan ze elkaar... Oeh, jij daar. Jij wil vechten met mij? Dat mag ik, dat neem ik graag aan, dat aanbod. Want ik zie dat jij namelijk... Oké, dat is een beetje heel erg dom van me. Ik denk van, ik ga me een beetje dissen, weet je. Of van, oh joh, ik heb een golden sword. Jij hebt een stone sword. Of ik bedoel een wooden sword. Dus ik maak jou in en dan ga ik zelf dood. Zullen we dat maar even niet meer gaan doen? Hopelijk is er weer een area waar al lekker veel mensen in zitten. Laten we zeggen dat wij deze gaan joinen. Of zou er nog eentje zijn met meer mensen? Deze zit er in principe wel netjes uit. Kunnen we gelijk even de jump map gaan proberen. Want die probeer ik echt al gewoon. Hoe lang speel ik al in deze server? En hoe vaak heb ik al wel niet geprobeerd om deze awesome jump map te halen? Echt al gewoon... Heel vaak in ieder geval. Ik kan het niet eens meer in mijn hoofd uitdrukken in wat voor getal het is. Maar het is geloof ik al pittig vaak. Dat is niet omdat ik slecht ben in jump maps. Dat is het zeker weten niet. Want ik vind mezelf eigenlijk vrij goed in jump maps. Alleen op een of andere manier is deze jump map best wel moeilijk ten opzichte van andere jump maps. En dat is heel lullig. Want kijk, nu ben ik alweer lekker ver. Nice. Oeh, dit ziet er heel goed uit trouwens. Hier ben ik nog nooit zo ver geweest. Ah, dat is balen. Ik heb wel mijn record verbroken. Dat is dan toch wel weer een voordeel. Ik ben eigenlijk nog nooit zo ver geweest in deze jump map. Dus ik voel mezelf eigenlijk nu al best wel vereerd. Dat ik dat gewoon even in de tussentijd heb kunnen halen. Zeg maar in de afteller. Tijdens dat hij aan het aftellen was. Maar in ieder geval, dat maakt allemaal niet uit. We hebben in ieder geval weer een beetje pro-chess weten te maken. En wat ik dus ga proberen te doen.
Dus ik ga uiteraard proberen dit nieuwe potje van de Hunger Games te winnen. Hallo meneer de zombie Pikmin. Hartstikke leuk om zijn skin te zien. Ik denk elke keer als ik een zombie Pikmin zie, dan ga ik automatisch mappen, weet je. Dat was echt nieuw. Oh, deze is heel chill. Deze is heel dope. Want hierbij kun je lekker snel bij de chesten komen. Dus we gaan 5, 4, 3, 2, 1. Zo. Ja. Nice. Stuff. Nice. Geen... Ja, nice. Oh, nice. Oh, dat dacht ik al wel. Dit is echt iets wat je kunt verwachten. Mensen die elkaar gaan lopen map in het begin al. Nice. Ik ben in ieder geval veilig nu. Tenminste, veilig zou ik het niet noemen. Ik eet gelijk even een golden appeltje. What the fuck, G? Dit is awesome! Oh, what the fuck? Nee, what the fuck? Ik wil afstappen. People up your horse. Oh, wat leuk. Wat vet. Maar ik heb niks aan de paard. Maar ik vind het wel... Nice, die is dood. Oké, dope. Spullen. Nice. Oh, wat awesome, hé. Wat bazig. Hé, wacht eens even, paardje. Laat mij eens even lekker op jou rijden. Ja, dat vind ik leuk, hé. Fuck dit paard. Echt, geloof me. Jij bent een bitch, piepeljopjes paard. Oké, ik maak je niet dood. Ik laat je leven. Ik ben dan ook wel weer zo'n genade persoon die dan toch nog wel... Snel. Oké, die kunnen we killen. Die kunnen we sowieso killen. Hij heeft namelijk geen zwaard. Toch even een golden appeltje voor hem genomen. Ja, hij kan nu niks, weet je. Hij kan alleen maar rennen. En dat is het leuke eraan. Dan kill ik hem toch wel als ik dat wil. Ik heb namelijk een iron sword. En zoals je kan zien, hij ziet al wel dat hij verliest. Daarom rent hij ook weg. Als hij nu de ladder op gaat, is het echt een maloot. Want dan weet hij ook dat ik hem dood maak. Oké. We can do this. Ik geloof erin. Nou, die is dood. Nou, wat heeft hij? Hij heeft armor. Nou, over armor gesproken. Waarom draag ik dat niet? Heb ik allemaal goede armor, draag ik het niet. Dat is een motherfucking maloot. Want ik kan het gewoon beter gebruiken. Ik ga even kijken. Want ik probeer zoveel mogelijk players te killen. Wat naar mijn mening vanzelfsprekend is. En die twee daar, die zie ik eigenlijk alweer doodgaan. Ja, oh nice, ik heb ze allebei gekild. En de pearls, spullen. Oh yeah, bitches. Ik hou echt van spullen, weet je dat, in de Hunger Games. Ik vind spullen echt baas. Kijk hoor. Oh, cheaten. Cheaten als een baas. Oeh, dat is altijd zo creepy. Dan denk je altijd dat het echt weggaat, zeg maar. Maar dat is natuurlijk niet waar. Het gaat echt lekker, jongens, dit potje. Dit potje gaat echt lekker. Dat is nieuw voor me. Dat het in één potje gelijk zo lekker gaat. Alleen we zitten nu wel hier. Oeh, mijn paard. Hoe komen we daar? Ah, ik weet het al wel. En Pearl. Of kan ik hier... Huh. Nice. Oh, dat is heel dom wat ik nu heb gedaan. Dat is niet heel slim. Kut. Kan ik daar opkomen? Veilig? Nee, hè? Daar. Ja, dat is gelukt. Nice. Even kijken, want ik wil namelijk niet doodgaan. Hier. Oh my god, dat ging al bijna verkeerd. Even kijken hoor. We kunnen hier naar beneden. Plof. Dat doet niet heel veel damage. En waar kunnen we nog meer naartoe? Ik zag namelijk hier net een kerel lopen. Hop. En plof. Nice. Hier is mijn paard in ieder geval. Daar ben ik blij mee. Want een paard kunnen we goed gebruiken. Alleen op dit moment ben ik eigenlijk even aan het zoeken naar de overige play. Want ik zit namelijk met best wel goede gear hier. En wat voor boven zit is een bow met een breaking 2. Nou, dat is niet echt bepaald speciaal. Weet je, een breaking 2 is leuk. Alleen het is niet echt wat je goed kan gebruiken. Waarom zit hier nog allemaal spullen in? Dat is nieuw. Nog even pijlen heb ik wel nodig, by the way. Pijlen zijn awesome. Pijlen zijn alles en bitches. Pijlen hebben we sowieso nodig als we verder willen komen met ons bow. Volgens ons zwaard misschien ooit kapot gaat. Wat mij vrij onlogisch lijkt. Want dan moet je hem echt wel heel veel gaan gebruiken. En zoveel gebruik je hem normaal gesproken niet in één potje van de Hunger Games. Dus dat zullen we waarschijnlijk niet zo 1, 2, 3 meemaken. Alleen, ik ben even... Oeh, daar is een player. Let op jongens, deze gaan we even ownen. Let op. Fuck jou. Oh, net op tijd. Golden apple eten. Nice. En eten. Nice. Oh, wat is het awesome. Ik had er echt net op tijd. Weet je wat ik deed? Ik deed net alsof ik AFK was. Dat is slim hoor, jongens. Gewoon net zo doen dat je AFK bent. Flame 1, punch 1. Ik verleen maar flame. Geloof me. Flame is het best. Flame is een baas. Oh, hier ben ik blij mee, hè. Dit potje gaat echt heerlijk. Er zijn weinig potjes in de Hunger Games waarvan ik denk deze gaan echt lekker. Dit potje, jongens, gaat goed. Dit potje gaat echt goed. En dat kan ik beter niet te hard roepen. Want dan gaan we straks dood. Dit potje gaat goed! En dan gaan we straks dood. Ik ken mezelf daar namelijk heel erg goed in. Nou, een golden ingot ook heel chill om te hebben. Ik heb hier... Oeh, die is beter.
En oeh, die is ook beter. Tenminste, ja, die is sowieso beter. Die is sowieso beter. Dat armor flikker ik weg, dat gaat vanzelf weg. Hier zit ook spullen in, toevallig. En een diamond! Ja, dat neem ik wel even mee. Dat wil ik wel even hebben. Nou, hier heb ik ook niks meer in. En hier? Nee, ook niet echt. Ik heb het idee dat hier wel wat leuks in zit. Ja, hier zit wat leuks in. Hier zit wat leuks in. Tak, 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 tak. Oh my god, ik kom klaar in de lucht. Nee, deze is leuk. Deze is echt leuk. Maar, nee, even zwaard bij de hand. Want we moeten natuurlijk wel nog een beetje nadenken met wat we doen. Strength potion, ook heel handig. Zo. En, zie ik nou een player? Nee, ik zie geen player. Maar dit gaat lekker. Echt, geloof me. We moeten alleen proberen nu niet doodgaan. Dat zou nou heel erg lullig zijn voor ons. Dus dat moeten we echt proberen te voorkomen. Hier nog iets in? Ja, er zit overal spullen in. Maar ik hoef eigenlijk allemaal niks meer. Balen, want normaal gesproken zou ik alles graag meenemen. Maar op dit moment zit ik eigenlijk niet echt met een idee van, oh, dat heb ik nodig of zo. Kijk, deze heeft namelijk al gewoon 7,5 damage attack ding radius. Minder als een diamond sword in zijn geheel, zeg maar. Of heeft dat 8? Of 7 of 8. Als het 8 heeft, dan heb ik het totaal mis. En dan ben ik geen noob, want ja, iedereen maakt fouten. Ik geloof dat het 8 is. Of 7. Misschien maar 6, ik weet het niet. Nou, in ieder geval 6, 7, 8. Maar ik neem aan dat het 7 is, weet je. Ik weet het bijna zeker, maar I'm not sure. Daar komen we nog wel een keer achter. Als we dat ooit vinden natuurlijk. De kans is vrij klein. Dit hoef ik niet meer. Tenminste, ik heb eigenlijk wel eten nodig. Heb ik eten nodig? Ik heb eten nodig. Heb ik golden apples? Ik heb golden apples. Ik beantwoord mijn eigen vragen als een motherfucking baas. Dus wat doe ik? Ik eet deze even op. Zo. En dan pak ik deze er even bij. Hoppakee, dan kan ik in ieder geval sneeuwballen schieten. Want sneeuwballen zijn awesome. En dan probeer ik nog even wat mensen te killen hier. Als het zou kunnen. Dat zou ik echt heel erg appreciëren. Ja, what the fuck is dat? Dat is een draak of een kraai. Ik weet niet wat het is. Oeh, kijk, een chest. Heel sneaky. Maar hier, die is leeggeroofd. Dus waarschijnlijk is hier iemand langs gegaan. Maar ja, probeer daar maar eens achter te komen wie dat is en waar die naartoe is gegaan. Hopelijk vindt er zo meteen een deathmatch plaats. Jammer genoeg kun je je ender pearls niet gebruiken bij een deathmatch. Dat is echt balen. Ja, weet je, iron ingot. Neem ik wel genoegen mee. Neem ik wel genoegen. Wat moet ik hier eigenlijk, weet je dat? Ik betwijfel dit een beetje. Dit is vrij gevaarlijk waar ik nu ben, weet je dat? Ik heb gelukkig, ik doe heel erg weinig damage met vallen, weet je. Dat is dope. Dat is heel dope. Kijk dan, ik doe maar één hartje of zo. Dus dan kan ik het wel makkelijk overleven. Deze overleef ik toch wel. Ja, deze overleef ik ook makkelijk. Oh, kut. Ik dacht, ik kijk heel even hierin. Ja, nou ja, er zit ook niks nuttigs in. We zijn in ieder geval weer beneden. Op die manier kom je. Kijk, ik heb gewoon verder van. Hoeveel verder van heb ik dan wel? Verder van ik 2. Oh. Ja, en goede armor, weet je. En goede armor. Dat neem ik dan ook maar weer even mee in mijn hele tactiek. Om beneden te komen ergens. Goede armor, verdervalling en YOLO. Heel veel YOLO moet je ook nodig hebben. Maar even serieus, jongens. Want ik zit hier nu wel heel erg leuk te durpen. En ik heb heel veel spullen. Alleen, nu is natuurlijk de hele vraag van Job. Weet jij waar de players zitten? Dan kan ik jullie een heel leuk antwoord geven. Nee, dat eigenlijk een iets minder leuk antwoord is. Want jullie hopen waarschijnlijk dat ik het ook weet. Maar nee, I'm so fucking sorry. Dat weet ik niet. Ik zou het graag willen weten. Dat kan ik dan wel weer vertellen. Ik zou het heel graag willen weten waar de players zouden kunnen zitten. Maar nee, ik weet het echt niet. En ik weet niet waarom er opeens nieuw. Oké, it's now. Oh nee, it's now day 3. Mobs will wacht even. Mobs will now start spawning. Oké, dat is wat ik wou lezen. Mobs will now start spawning. Dat betekent dat we dus nu mobs kunnen gaan spawnen. Oké, ik denk dat dat logisch is. Kan ik dingen bij elkaar doen? Misschien. What the fuck? Kan ik die een naam geven? Kan ik die geen naam geven? Ik kan hem een naam geven. Oh, dat kost 10. Jammer, hè? Ik denk van ik geef hem een leuke naam. Kan ik deze niet een naam geven? Ook 10. Kost allemaal 10. En een bottle van een shotgun dan? Oh, dat kan ook net niet. En wat, een vis dan? Een vis. Een vis kan ook niet. Dat is toch wel iets wat we een naam kunnen geven? Een bol. Een bol, dat is heel minderwaardig. Dat moet je toch wel een naam kunnen geven, toch? 5. Nou ja, weet je. Fuck die bol dan. Hey, fuck die bol dan. YOLO! Plons. Oh, dat doet eigenlijk best wel veel damage al met al. Maakt niet uit. Ik heb wat eten, hoop ik. Heb ik wat eten? Ik heb wat eten. Ik heb alleen een appeltje. Lekker. Appeltje voor de dos, zoals ze dat zeggen. Zie ik daar nou een player lopen? Ik zag iets bewegen daar beneden. Ja, het is moeilijk om elkaar te vinden in zo'n grote map, hé. Gaan we dit doen? Ach ja, ik zou Job van Doe Maar Game niet zijn als ik niet zou zeggen YOLO. Dus let's go. Oeh, kijk, mobs. Oeh, kijk, dat ging bijna verkeerd. Hop, en plons. Oké, dat doet ook echt vrij weinig damage. Hup. Hey, Pikmin! Pikkie. Dat vind ik leuk, weet je, Pikmin skillen. Pikmin skillen, dat is altijd leuk om te doen in Minecraft. Dat doe ik altijd in een nether, weet je. Het geeft altijd een soort van extra kick, zo van, oh, weet je, een beetje zo kick. Nou, niet dat ik ooit zo kick heb gehad, maar nee, ik heb gewoon zo'n idee dat het daar wel op lijkt. En dan kun jij tegen mij gaan zeggen, ja, maar Job, wat kun je nou beoordelen over dingen die je nooit hebt meegemaakt? Ik weet het niet, weet je, ik weet het echt niet. Ga maar nou alsjeblieft geen dingen vragen waar ik geen antwoord op kan geven. Mama, waar komen vlinders vandaan? Ik weet het niet, geloof me. Maar even serieus, ik hoorde wat. Oh, wacht even, zit hier wat in? Pijlen. En we hebben gewoon 42 pijlen, dus als we, wow, fuck, als we winnen, kunnen we nu gewoon winnen. Oh, what the fuck? Ah, kut, ik ben dood. Oh, dat is heel erg balen. Die had ik echt niet verwacht, jongens. Nou ja,
Toch ben ik helemaal bedankt voor het kijken van deze nieuwe episode van Hunger Games. Vonden jullie hem leuk? Laat dan even een like achter voor deze extra lange episode. Bedankt voor het kijken, laat een like achter. En dan zeg ik, tot de volgende keer bij een nieuwe episode van de Hunger Games hier op Doe Maar Gamen. Later.